Bentley, BMW, Porsche, een Ferrari. Maar de Mercedes AMG GT Black Series. Dit is wel een heel vette bak. En als ik zie hiervoor, jongens, dat is echt, het lijkt wel een Formule 1 wagen. Mooi kontje. Ik ga Thijs eens bellen. Ligt slapen, denk ik. Goedemorgen. Morgen, directeur. Goedemorgen, man. Hoe is het? Gaat het goed? Ja, lekker aan het bewegen. Huppatee. Heb ik zelfs even op jouw site te kijken? Mercedes-Benz AMG GT Black Series. Die oranje? Ja. Voor de raceauto van Mercedes. De Black Series is een heel speciale versie daarvan. Lijkt een collector item dan? Ja. En is ook echt gemaakt voor op circuit dan? Maar kan ook gewoon mee op de weg rijden? Je kunt hem zeker ook als op de weg gebruiken, ja. Maar op het circuit is die auto helemaal in zijn element. Ja. Maar ik zal eens even kijken. Dat vind ik altijd gevaarlijk. Prijs op aanvraag. 455.000 euro kost die auto. Hoeveel? 4? 4,55. Oh, dat is al geld. Maar is ook bewaren en sparen dan, met zo een, hè? Ik kan nooit garanties geven, maar de voorganger, dat was de SLS Black Series, zijn nu allemaal tussen de 700.000 en de miljoen. Die kosten destijds 3,5 ton. Oh, ik kan zomaar maar 1,5 gaan dan. Kan. Hoe kan ik nou die auto eens uitproberen dan? Ja, het leukste zal zijn dat we het afspreken op een circuit. Ja. Zou je het leuk vinden? Ja, ik heb wel interesse in die auto. Om nou even te zeggen, hier onder het genot van een telefoontje, Thijs doet er maar een strik omheen, dan zeg ik nee. Als ik nou eens ga kijken, dat ik het kan regelen. Als ik jij ga bellen met zo'n circuit en je laat mij even weten, dan ga ik verder, want ik heb veel te druk, jongen. Jo, jij wil me heel snel. Ben maar ik heb ook het gevoel dat het weer geld gaat kosten, dus... Ja, ik ook. Ja. Hoe goed. Hey, adieu. We weten dat die bolle gek is op snelle auto's en hij kan ze nog betalen ook. Nu heeft hij zijn oog laten vallen op een knijterdure Benz. En die supergladde dealer heeft Peter een adrenalineritje op het circuit aangeboden. En zoontje van de baas wil het tegen zijn pa opnemen in de Ferrari. Oh, hè? Dat is een heel ritje hier naartoe, of niet? Ja. Als dat ritje op het circuit net zo lang duurt, dan ligt hij recht aan de zee. Komt hij aangereden, Thijs? Zie je het? Ja, ik zie het. Een groot jeep met zijn voorrang. Ah, is wel echt een mooie auto, hoor. Maar dat gaan we niet zeggen. We gaan niet gelijk te enthousiast doen naar hem. Nee, dat is goed. We zeggen, oh, nou, valt mij een beetje tegen, ga ik zeggen. Hè? Huh? Ben gek. Kijk, hij zit al te lachen. Hij denkt al dat hij me direct gaat verkopen. Kijk hier. Goedemorgen. Morgen. Morgen. Goedemorgen. Hoe is het? Thijs. Goedemorgen. Hey, hoe is Thijs. Het? Ja, goed. Hoe vindt het? Eigenlijk valt je. Ik dacht dat die groter waren, of niet? Nee. Zo. Nee? Ik heb toch wel een grote auto, man. Ja, maar ik dacht dat die groter was, gij niet? Ja. Zoveel rijplezier. Ja? Ja, dat is het leukste van heel die auto. Ja, maar je bent een echte verkoper. En hoeveel pk heeft hij dan? 730. Vind ik ook weinig voor zo'n raceauto, of niet? En die vleugel, kan die eraf? Die kan er wel af, maar die heeft wel een functie. Eigenlijk een lelijk ding zo, of niet? Maar hij veel te hoog. Ik zou hem misschien een stuk inzagen en inkorten. Maar het is wel beter, hij moet er wel echt op. Doe de deur eens open, Thijs, dat ik eens even binnenkijk. Kan er eigenlijk wel in, überhaupt? Ja, heel goed. Ja? Dat heel goed, ja. Startsnapbaas eens even. Dat we horen wat voor geluid erin zit. Kijk uit dat hij in zijn vrij staat, hè? Niet dat je direct achter in die jeep zit, hè, Thijs. Nee. Ik vind een beetje sissy geluid. Nee, dat komt dat gaat wel goed zo. Ja? Jawel, joh. Zeker. Maar of het hem gaat worden, dat weet ik nog niet. Maar ik wel. Ik moet eerst zien allemaal wat jij zegt. Dat, nou, daarom. Maar dan gaan we jou overtuigen. Nou, rijd hem af, dat ding. Het is een jongensdroom. Race op Zandvoort. En die bolle kan niet wachten om te knallen. Ik wil dat ik erin kan even op het circuit. Kan ik zo hier invoegen of hoe werkt dat? Nee, maar jij maakt er zelf niet gelijk het circuit ermee op. Nee, we hebben iets speciaals geregeld voor jou. Goedemorgen. Morgen, mannen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, helemaal lekker. Welkom, lekker bezig. Hoi, Tim. Hey, Tom. Tim? Tim vandaag. Ja, ja? Vandaag Tim. Nee. Ja. Tim, ja. Jullie moesten de snelste hebben, dus zodoende. Ik heb wel voor de veiligheid voor jullie overigens even een helmpje. Nou, dus... ik heb er alleen op. Ja. Wat verwacht jij schade dan? Ja, ik zou het toch even op het dakje zetten. Ja, probeer maar even. Hop, even je Matthijs op. Hoppatee. Kijk. Ja,
dat past bijna, zie ik. Nee, dit gaat hem niet worden. Nee. Nee. Mij ook niet. Nou, ik ga nog heel even een helmpje halen. Ja. Zie je zo. Super. We houden alleen maar een proefrit, hè? Ja, ja. Vindt u het een beetje spannend? Ja. Nou, het was een hele zoektocht voor die maat, denk ik. Ja. Ja, maar ik heb zoveel hersens erin zitten. Kijk, dat zit perfect. Dat is een grote man. Nou, kom, gas erop. Ben je er klaar mee? Ja, ik wel. Oké. Okay. Je mag er eerst naast zitten. Ja? Ja, dat lijkt me handig. Okay. Overtuig hem wel, Tim, want hij moet eigenaar worden. Peter en Mark gingen racen, dachten ze, totdat die hosselende dealer Tim of Tom Coronel had geregeld. Zo verkoop je nou een auto. Zo. Ik ben benieuwd. Is veilig bij jou een auto, Thijs? Zeg je? Is veilig bij jou een auto? Ja. Zeker. Je ziet er eigenlijk alleen maar een rookpluimpje. Veilig. Niet, Tim? Schone onderbroek bij je, of niet? Ja. Zo, huppatee. Hey Thijs, tot straks, hè. We hebben direct al twee koffie op. Dat is goed. Peter, zit er lekker? Nou, valt me een beetje tegen de beenruimte. Goeie champignon, hè? Ja, let op, want de weg is bekant op weg. Kruiser draagt er rond. Hij rijdt hem gewoon op weg. Waar wachten we op, Tim? Nou, dat is, stoplicht is rood. En we mogen nu rijden. Zie je nou wat die groen? Oké. Pas er wel op, Thijs, want ik wil nog liggen. Jongen. Oh. Ja, dit is andere koek. Die Coronel trapt met ware doodsverachting dat pedaal plat. En voor het eerst zien we die bolle timide worden. Mooi rechtstuk. Ja. Mooi van buiten. Altijd balans in de auto houden. Naar die binnenkant, tegen die binnenkant aan. Ja. En weer netjes naar buiten. Ja. Banden warm. Ja, beetje. Lekker! Hoe makkelijk die auto dat doet, hè? Ja. Ik ruik het rubber al. Ja. Ik ben nog niet aan het pushen, hoor. Nee. Mijn god, die haar zat. Ja. Oh ja, joh. Topsnelheid ruim 325 kilometer per uur. Hij kan ons niet bijhouden, hoor. We zijn die Ferrari kwijt. Ja, maar... Ja. Dat komt wel toch wel heavy. Ja? Ja. Hij ziet wel netjes. Hij ziet wel netjes, vaders. Ja. Kijk, kom eens aan. Het is een tweede handje nou. Ik heb jouw vader nog nooit met zulke grote ogen gezien. Nee? Nee. Nou, kom er even uit. Nou, eens even kijken of dit nog lukt. Hey, en dan zweten zonder dat je hebt gereden. Ja. Dat is lekker, hè? Maar ik hoor je altijd een grote mond hebben, maar ineens was je stil. Ja, ik werd ook vooral de eerste ronde. Ik denk, oh. Ik heb al veel mensen meegereden, maar dit was echt een ervaring. Niet normaal. Hey, gaan jullie het nog eens worden over de prijs, denk je? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ik heb het van de week heel snel gezegd. Wat kostte die toen? 4,45. Zeg, als je snel zegt, is het niet zoveel. Ja, ik vind geld zat. Ik ook. We maken de deal, maat. Gefeliciteerd, maat. Ah. Super. Gaan we hem nog even beklinken? Of, Ja, dat kan we wel doen, hè? Oh, lekker. Let's go.